Hallo en welkom weer bij een nieuwe video les van Forberta. En deze keer gaan we kijken naar een stukje over de vergrotingsfactor. En bij de vergrotingsfactor hebben we natuurlijk als eerste dat je altijd in het boek ziet staan, iets van N is B gedeeld door V. Maar dan is de vraag: wat betekent dat nu eigenlijk? En dan gaan we natuurlijk een stapje verder, en B staat in dit geval voor de beeldafstand. En V staat voor de voorwerpafstand dan kun je nog steeds blijven afvragen wat betekent nu beeldafstand en voorwerpafstand. betekent. Um, daarvoor kan ik natuurlijk weer de standaard tekening maken. Namelijk ik teken een lens. Ik teken een hoofdas. Ik zet op die lens ergens een pijltje. Ik teken hier een brandpunt en ik ga de standaard constructielichtstralen tekenen. Eén loodrecht op de lens die daarna door het brandpunt gaat. En één door het midden van de lens. En dan kan ik gaan zeggen dat deze afstand hier te zien is als de afstand die we v noemen, de voorwerpafstand. En aan de andere kant daar ontstaat de beeldpijl. En die beeldpijl die staat op een afstand. Even kijken, die beeldpijl die staat op een afstand en die noemen we b. Goed, maar hier moet je veel meer mee kunnen. Um, namelijk, als eerste ga ik even die tekening iets vergroot maken. Um, dan teken ik hier een brandpunt. Dan teken ik weer een voorwerpspijl. Up. En dan ga ik nu even vals spelen door het veel simpeler te maken als dat het is. Um, door alleen maar even. Oeh, dan kan ik beter trouwens even dit brandpunt weghalen. De plaats van het brandpunt is nu namelijk even niet relevant. En de plaats van dit pijltje is veel en veel belangrijker. En zonder met dat brandpunt zou het waarschijnlijk niet kloppen. Maar wat ik nu namelijk heb getekend zijn of is een stelsel van een positieve lens. Een voorwerp en een beeld. Maar het zijn ook gewoon twee driehoeken. En die twee driehoeken die ik heb. Daarbij kan ik gaan zeggen: van oké, okay, ik heb hier een rechte hoek. Ik heb hier een rechte hoek. Ik heb hier een hoek en ik heb hier een hoek. En vanwege de, tegen, of de wet van de tegenoverliggende hoeken, lang leven wiskunde, kunnen we zeggen dat deze hoek en deze hoek gelijk zijn. En dat betekent dus automatisch ook dat deze twee hoeken gelijk moeten zijn. En dan heb ik dus twee gelijkvormige driehoeken gemaakt. En dat ik twee gelijkvormige driehoeken heb, dat is ongelooflijk fijn voor het volgende. Um, namelijk, ik heb hier een V, ik heb hier een B. Ik heb hier een hoogte van mijn voorwerp. Ik heb hier een hoogte van mijn beeld. En met die twee gelijkvormige driehoeken kan ik eigenlijk zeggen dat de verhouding um, V staat op HV. Gelijk moet zijn aan de verhouding B staat op HB. Um, dan kun je denken van ja, maar waarom doet hij dat nu? Uh, dit doe ik ook eigenlijk zonder enige reden, behalve dat ik het leuk vind om wat dingen van plaats te wisselen. Ik kan bijvoorbeeld uh, mijn standaard regeltje 8 gedeeld door 4 is 6 gedeeld door 3. Uh, deze twee kan ik van plaats wisselen. Dan kan ik zeggen 8 gedeeld door 6 is gelijk aan 4 gedeeld door 3. 8 zesde is 4 derde. Nou, perfect. Want dat levert me de volgende formule op. V gedeeld door b is gelijk aan hv gedeeld door hb. Dus beeldafstand gedeeld door. Oh, um, is het slim om deze om te wisselen? Nee, het is helemaal niet slim om deze om te wisselen. Ik doe het liever zelfs nog een stapje andersom. En dat stapje andersom is dat ik deze nu van plaats ga switchen. En. Oh, wacht. Uh, moet ik het pijltje tekenen zodat jullie zien wat ik bedoel? Deze twee van plaats gaan switchen. Waardoor ik ga zeggen dat hb gelijk is aan, of gedeeld door hv, gelijk is aan b gedeeld door v. Maar laat die b gedeeld door v die ik hier heb opgesteld nu toevallig ook in deze formule zitten. n is b gedeeld door v. Dus dat betekent als hb gedeeld door hv gelijk is aan b gedeeld door v, dan is dus de vergroting op twee manieren te berekenen. En dit is makkelijk. Um, waarom is dit makkelijk? Nou, ik pak gelijk maar even als laatste stap een rekenvoorbeeldje. Um, stel ik heb iemand en die staat hier. Ik heb hier een fototoestel. Hup. En daarbinnenin daar komt die persoon natuurlijk op zijn kop als beeld terug. Ik weet verder, ik heb hier een afstand van. 10 meter, ik heb hier een afstand van 0,1 meter. Uh, dit mannetje is 2 meter hoog. Dan ga ik gewoon mijn hb gedeeld door hv is b gedeeld door v hier in één keer voor misbruiken. En waarom doe ik dat nu? Um, omdat ik nu van alles en nog wat kan invullen. Mijn hoogte van mijn beeld, die weet ik niet. Mijn hoogte van mijn voorwerp is 2 meter. Mijn beeldafstand is 0,1 meter, mijn voorwerpafstand is 10 meter. Um, ga ik hier nu met een klein beetje wiskunde een paar dingen van plaats wisselen, dan kan ik ook zeggen dat hb gelijk is aan 0,1 maal 2 gedeeld door 10, oftewel 0,2 gedeeld door 10. Dus mijn beeld moet dan wel 0,02 meter hoog zijn. Dus ik heb een beeld van 2 centimeter hoog. Hier binnenin gecreëerd. Zo simpel is eigenlijk weer het rekenen hiermee. Uh, ik hoop dat jullie hier weer wat aan hebben gehad. In ieder geval bedankt voor het kijken. Kijk natuurlijk ook naar de rest van de video's in deze serie. Kijk naar de oefenopgaven die bij dit hoofdstuk horen, want oefenen is belangrijk. Oefenen zorgt ervoor dat je in één keer duidelijk hebt wat je voor je neus hebt. Maar goed, like deze video als je wat aan hebt gehad. Bedankt voor het kijken. Kijk ook eens op voorberta.nl voor meer informatie over bijlessen, huiswerkbegeleiding, examentraining in Beeldhoven. Bladibladibla, Volgende video. Fijne avond, jullie.